Deze vlogmas begin ik met een voice-over, want ik ga laten zien hoe mijn ochtend eraan toe gaat. Ik maak me vaak rond een uur of 7:30 klaar. Normaal gesproken heb ik niet echt problemen met vroeg opstaan en de dag vroeg beginnen, want ik ben echt wel een ochtendmens, maar in de wintermaanden gaat het wat moeizamer. Voor mijn gevoel is mijn make-up routine niet heel erg uitgebreid. Het ligt ook heel erg aan de dag hoeveel stappen ik doe. Soms doe ik alleen een beetje mascara en mijn wenkbrauwen, maar soms doe ik alle stappen van van concealer tot aan oogschaduw, blush. En misschien valt het je op dat ik aardig wat producten van Rare Beauty heb. Ik vind het een heel fijn merk en het liefst wil ik mijn hele collectie ermee vol hebben. Maar ja, na ongeveer 10 minuutjes bezig te zijn geweest, zit mijn make-up erop en ben ik klaar voor de dag. Wat betreft mijn haar, soms krul ik het, soms stijl ik het, soms doe ik er wat mee. Maar ja, als ik bijvoorbeeld thuis werk, dan borstel ik het gewoon door. Of doe ik het in een staart of in een vlecht. En dan ben ik klaar voor de dag. En dan wordt het tijd om Milo wakker te maken. Of ja, 9 van de 10 keer is hij al wakker. Maar dan haal ik hem uit de bench. Ga ik even met hem knuffelen als hij er zin in heeft. En dan ga ik met hem naar buiten. Want hij moet natuurlijk ook zijn behoeftes doen. En na een korte ochtendwandeling te hebben gehad, wordt het tijd om een ontbijtje klaar te maken. Altijd begin ik de dag met een kopje thee. En vandaag had ik een broodje hagelslag. Chris en ik hebben wat besteld voor Milo, namelijk een rugtas waar hij in kan. En die is eindelijk binnen. We hebben hem echt in november besteld en het komt helemaal uit Amerika. Maar we volgen een bepaalde corgi op Instagram. En ja, de eigenaar heeft... Ja, hij is al helemaal excited. We wilden gewoon graag een handig vervoersmiddel. Weet je dat? Vervoersmiddel? Nee, een handig gadget voor Milo hebben. Dus we gaan hem even unboxen en kijken of Milo het wat vindt. Het is voor jou, poep. Wat is dit, Milo? Het is een tas. Ja, eromheen. Dat vind ik niet leuk. Oh. Nee, Milo. Nou, het is gelukt om Milo in de rugzak te krijgen. Het was even een gedoe. Hij vindt het nog niet helemaal ideaal. Met slagroom werkt het. Maar hij is rustig. Hij is in ieder geval niet angstig. Hij vindt het alleen een beetje gek. Maar hij zit erin. En hij bijt niet in mijn oren. Oh, normaal gesproken, als hij dicht bij je gezicht is, bijt hij in je oren inderdaad. Maar je bent heel schattig zo. Ja, ik denk niet dat ik hem op mijn rug moet hebben, want dan gaat hij zwaar zijn. Je kan het proberen, hè. Ik had natuurlijk mijn ochtendroutine gedeeld. Nu wordt het tijd voor de avondroutine. We beginnen de avond met een heerlijk diner. We hadden wraps met kip. En na het eten ging ik het huis even stofzuigen. Want Milo verhaart enorm. Dus dit is echt een dagelijkse activiteit geworden. En naast het stofzuigen ruim ik vaak ook een beetje het huis op. Gewoon met alle troepjes even op zijn plek neerleggen. En dan wordt het tijd om me klaar te maken om naar bed te gaan en mijn outfit voor de volgende dag klaar te leggen. En over de volgende dag gesproken, de ochtend begin ik altijd met de adventkalender van Milo. Al was ik dit wel gisteren vergeten, maar ja, maakt niks uit. Dit is even banana pancakes voor ons klaargemaakt. Ik maak een kopje thee klaar. En dat was ons ontbijtje voor deze dag. Vandaag ben ik weer wezen werken, maar ik ben nu helemaal in de opruimbui. Ik heb net al mijn kledingkast een beetje opgeruimd, een aantal dingetjes weggedaan. Het is niet dat ik in één keer een hele grote opruimsessie kan houden, want ik vind het moeilijk om afscheid te nemen van items. Maar het gebeurt bij mij geleidelijk. Nu zit ik bij dit dressoir, die helemaal vol zit met random items.
Dus ik ga even kijken of ik wat dingetjes kan opruimen. Echt, het hele huis, zeg maar, mijn spullen zijn verspreid door het hele huis. Sommige dingen hebben wel een vaste plek. Wat ik eigenlijk wil is dat ik alle items die onder dezelfde categorie vallen bij elkaar zijn. Zodat ik altijd gemakkelijk alles terug kan vinden. Want ik merk dat ik de laatste tijd zo snel dingen kwijtraak. En dat is zonde. Ieder jaar probeer ik een vision board te maken voor het aankomende jaar. Zo heb ik nu weer een vision board gemaakt. Of nou ja, ik ben er nu mee bezig. Ik ben op Pinterest allemaal afbeeldingen aan het opzoeken. Waarvan ik denk van, hey, dit wil ik op mijn vision board hebben. Ik moet zeggen dat die van vorig jaar niet helemaal uit is gekomen. Ik ben er gewoon niet zo erg mee bezig geweest. Want normaal gesproken ben ik wel van het manifesteren. En geloof ik er ook echt in. Maar ik weet niet. Mijn vision board was gewoon niet heel specifiek. Het was te algemeen. En ik vind het ook wel heel erg lastig om iets heel erg specifieks te manifesteren. En soms weet ik ook gewoon niet wat ik wil. Dan heb ik gewoon iets te globaals in mijn hoofd. Dus ik ga proberen om aankomende periodes hiermee bezig te zijn. En dat ik een specifieke vision board heb. En dat ik er ook actief mee bezig ga zijn het aankomende jaar. En misschien dat ik het in verschillende categorieën opdeel. Maar ja, ik moet even erachter komen wat voor mij het beste werkt. Maar ik vind het wel leuk om het aankomende jaar te visualiseren. En te kijken wat ik graag wil. Pinterest is wel echt mijn grootste inspiratiebron, want mijn algoritme hierop is echt de weerspiegeling van wat ik leuk vind. Dus ik heb een aantal afbeeldingen al toegevoegd in mijn 2024 mapje. Dit was trouwens mijn vision board van 2023 en ik had hem heel lang als mijn telefoonachtergrond, maar op een gegeven moment had ik dat niet meer. Ik weet eigenlijk ook niet waarom, maar doordat ik dat niet meer heb gedaan, was ik er ook niet meer op gefocust. Iets wat wel uit is gekomen is Milo. Ik heb zo'n vermoeden dat het wat specifieker moet worden. Deze afbeeldingen zijn aesthetically pleasing, maar te algemeen. Mijn lichaam laat me een beetje in de steek. Ik ben zo laag in mijn energie. Ik ben niet topfit. Met de dag blijkt het alleen maar slechter te worden qua verkoudheid. Echt een goed eind van 2023. Het is niet anders. Ik heb vandaag een thuiswerkdagje en is alles gewoon. Ik ga even rustig aandoen. Ik heb wat dingetjes op mijn to-do-list die ik moet afwerken. En ik hoop dat ik dat allemaal gedaan krijg. Ik had het anders willen zien, maar het blijft positief. Een hele goede avond. Het wordt tijd om avondeten klaar te maken. En tegenwoordig zijn Riz en ik fan van HelloFresh. No spon, maar wel heel erg fijn. Want het is echt zo... Wat? Het is soms zo vermoeiend om iedere keer weer te gaan bedenken wat je in de avond wil gaan eten. Dus dit is echt een uitvinding. En vanavond staat Bami in Surinaamse stijl op het menu. Dus dat gaan we... Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik vind het nog steeds zo jammer dat ik zo weinig energie heb. Maar ja, vandaag staat weer werk op de planning. Ik heb hier mijn laptop, dus ik ga een aantal dingetjes even doen. En ik ben nog deze maand hartstikke leuk aan het vlogmussen. Alleen ik doe vrij weinig kerstactiviteiten deze maand. Misschien komt het ook omdat ik nog heel erg moet wennen
aan het moederschap van Milo, het doodmommy zijn, vereist heel veel energie. Het is best wel een uitdaging om voor jezelf te zorgen, het huis te onderhouden, aandacht te geven aan je relatie, aandacht te geven aan je hondenkind, te werken, nog een beetje sociaal te doen. Ja, als mens vraag je gewoon veel van jezelf. En hoe ouder je wordt, hoe meer verplichting je hebt. Want soms vergelijk ik mezelf met de Sabrina van een paar jaar geleden. En dan vraag ik mezelf altijd af van hoe kon ik het toen allemaal voor elkaar krijgen? Waarom had ik toen zoveel tijd? Maar ja, mijn leven was toen heel erg anders. En ik doe op een dag eigenlijk best wel veel dingen. Al lijkt het niet altijd zo, want ik leg niet alles vast. Maar eigenlijk heb ik ook gewoon 2 banen. Ik vertel het nooit echt op die manier, maar ik heb daadwerkelijk meerdere banen, meerdere inkomstenbronnen. Ik werk voor een werkgever, ik ben marketing manager. En ik werk voor mezelf als influencer, content creator. Dus als ik overdag niet bezig ben met mijn baan, ben ik 's avonds wel bezig met vloggen, editen, content maken. Dus, en zeg maar mijn 2e baan, zo noem ik het dan even, is ook mijn hobby. Dus ik haal er ook heel veel plezier uit. Dus begrijp me niet verkeerd, ik vind het hartstikke leuk om te doen, maar het kost wel tijd en energie. Sommige influencers, content creators, die doen dit fulltime. En ik zeg niet dat het een makkelijk werk is, want ik weet als geen ander hoeveel tijd, werk, moeite, emoties erbij komt kijken. Maar als je alleen 1 baan hebt, om even te zeggen, kan je daar volledig op focussen. Maar dat is bij mij niet het geval. En de reden waarom ik zo hard werk en meerdere banen heb, is omdat ik financiële stabiliteit heel erg belangrijk vind. En ik wil gewoon geen zorgen hoeven te maken over geld. En ik heb dat altijd al gehad. Ik ben zo'n persoon. Ik merk nu dat het een soort van podcast talk gaat worden. Ik wil gewoon eventjes mijn hart luchten. Ik ben echt zo'n persoon die het totaal niet moeilijk vindt om over geld te praten. Nooit gehad ook. Ik ben best wel een open boek. Ja, op het internet ben ik wel wat voorzichtiger met wat ik deel. Want ik heb geen idee bij wie mijn video's allemaal terecht kunnen komen. Maar ik heb ergens in het verleden ook gelddagboek video's gemaakt. Waarin ik vertelde wat mijn uitgaven waren. Dat is natuurlijk best wel heel persoonlijk om dat zo te delen. Maar ik moet zeggen dat ik het financiële aspect van het leven heel erg interessant vind. Heel veel mensen hebben tegenwoordig ook echt de drang om zoveel mogelijk geld te verdienen. Want je ziet ze vaak genoeg op social media voorbij komen van hoe verdien je een x bedrag in een maand. En het is lekker als je veel kan verdienen, want financiële vrijheid, misschien minder zorgen. Maar het is niet altijd even realistisch om zeg maar miljoenen per jaar te verdienen. Tot de dag van vandaag vind ik het heel erg bijzonder dat ik gewoon mijn rekeningen kan betalen. Dat ik denk, zo, ik sta daar regelmatig wel bij stil. Van, ik had nooit verwacht dat dat kon. Als klein kind vond ik het altijd zo bijzonder dat volwassen mensen van alles konden betalen, weet je. Je kan een huis betalen, je kan boodschappen betalen, je kan leuke dingen doen. Hoe doen mensen dat? En als je dat kan, dat is echt wel een privilege hoor. Privilege, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar het is heel bijzonder dat dat allemaal kan en lukt. Ik zal in deze video niet te lang in dit onderwerp blijven hangen. Maar mocht je, net zoals ik, het financiële aspect van het leven interessant vinden, laat het vooral weten. Misschien kan ik daar in de toekomst verder op ingaan. Ja, ik vind het gewoon een heel interessant onderwerp en heel leerzaam ook. Over geld en werk gesproken, ik ga weer aan het werk.